Hey allemaal, alvast bedankt voor het kijken naar dit filmpje. En ja, hier ben ik eigenlijk weer. En we zitten in een nieuw spel. Ja, ik kreeg een mailtje van de mensen van Perfect World dat ik de closed beta kon spelen van War of Immortals. Ja, zo heet het. Ik zal even wat meer inzoomen. Ik weet dat het er nog een beetje klein uitziet, maar als je het zelf gaat spelen, dan zal het waarschijnlijk... Kijken, must be recovered chat. Back, oké. Nou, ik moet even kijken. Ik snap er nog niet veel van en ik ben eigenlijk net begonnen. Kan mensen aanvallen ofzo? Oké, okay, wacht, gaan eens even kijken. 1. Ik snap er weinig van, jongens. Ik wil gewoon even zo'n plekje hebben dat ik even met iemand kan praten. Dat ik een missie krijg. Dat is normaal. Maar het is bij mij 30 fps spelletje. Ik weet niet hoe het bij jullie is. Maar dat zie je zelf maar lekker. Maar wat het is, ik heb nog geen idee. Ik kreeg de mail en ik zei ze tegen Trispert, Akatim, van ja, hey, ik kreeg een closed beta en ik dacht van oké, dat kan ik dan wel filmen. Dat is wel handig. Hebben jullie weer wat? En hebben wij ook wel wat. Even kijken. Ik zal even mijn geluid daar zetten. Maar je hebt hier allemaal souls. Please go to Lady Aitura. Oké, maar ik heb geen spullen. Dus dat is niet handig. Oké, battle! Zo. Nee, maar het is nog een close beta, dus ga niet schrikken van ja, en het is lelijk en alles. Want ik weet zeker, het wordt nog veel mooier. Het is van dezelfde makers als. Even kijken hoe heet dat spel weer? Forsaken World. Dat ik samen met de Burger AD heb gespeeld. Hij zou wel. We zullen wel een keer dat weer gaan spelen. Maar dat gaat gewoon even niet meer lukken. Zo, ik word kaart geheerd, jongens. Ik ben ook heel erg aan het hitten. Ik ga geen stuff van krijgen ofzo. We gaan eens even kijken wat we hier allemaal hebben. Hier hebben we iemand. Valkyrie. Chat. Nou, we hebben veel mensen. Kijk, hier heb je de top level. Deze rozer is al level 110 en ik ben dus level 0. Where it starts. Wow, sorry. Daar merken jullie waarschijnlijk niks van, maar ik wel. Ik wil even kijken waar ik heen moet. Mijn popchat daily tester heb ik gewoon expres gedaan. Oké. Receive gift at the receive kit. Oké. En hoe komen we in onze bag? Nou, zo. Kijk. Kan ik hem activeren ofzo? Tuesday. Nou, dat zuigt. Ik zou zeggen, laat ik je maar gewoon een beetje gaan oefenen. Volgens mij was ik al level 2 geworden. Ja. Nou, als ik dit gewoon no life ga doen, kom ik ook vanzelf verder. Ik ben Archer, Ranger, hoe je het ook wil noemen. Ik was even stil omdat ik echt even moest weten wat ik moest doen. Het is echt lastig als je niks van weet. Als jij bijvoorbeeld wel weet van, hey, dit en dit kan je doen in het spel, moet je echt even zeggen, jongens, want ik zou zeggen, het ziet er best wel mooi uit. Ik vind het alleen jammer dat ik niet weet hoe ik kan rennen, dus we gaan even wat controls proberen, hoor. Oh, dat is mijn winden steken, dat is niet handig. Oké, hier ook nog iemand, Valkyrie. Further lies foretold, take care. King. What the fuck? Hoe is de king? Kijk, die gozer. Oh, Peter. Moet hier iets mee? Oh, ik ga naar een ander plekje. Altijd beter. Maar jongens, ik weet nog niet of ik hier echt zo'n gigaserie over ga starten ofzo. Maar ik vond het gewoon wel even leuk om te gaan filmen. En er is vandaag bij ons op school weer veel gebeurd.
Dat wil je echt niet weten. Ik zou... If you blow away the Clash of One as your master, the master actually will decrease. Oké. Ja. Het is vandaag op school, want we gym. En het is zeg maar 1 dag later. Want dit uploaden denk ik pas... Zeg woensdag. En we hebben altijd op dinsdag gym. En Tim die gooide eerst een bal tegen de neus van iemand uit mijn klas. Waarvan jullie het nou niet hoeven te weten. En toen gooide hij de bal tegen mijn neus. Daarna heeft hij mij een ontiegelijke rottrap gegeven. En dat deed pijn. Je zou niet denken dat dat pijn doet van Tim. Maar ik zeg je alvast. Het deed best wel pijn. Oh, ik snap de ballen van deze game, jongens. Echt waar. Nou, volgens mij is het gewoon een beetje vechten. Dan moet ik gewoon teruggaan. Maar, dat was er dus ongeveer gebeurd. Ik probeerde het natuurlijk wel zo snel mogelijk te renderen en alles. Dat jullie het zo snel mogelijk weten en alles. Maar, bij deze. Het ziet er cool uit. Volgens mij wordt het een hartstikke leuke game. Je moet wel de beta key hebben om te kunnen spelen. Maar, ja, hoe zeg je dat? Het is gewoon wel cool. Het is wel cool. Het is wel cool, ja. Als jij bijvoorbeeld een key al hebt, dan moet je gewoon lekker gaan spelen. Kijk even in je mail als je Forsaken World hebt gespeeld of zo. 9 van de 10 keer heb je die mail gekregen. Bij mij reageert het spel nu niet. Maar jongens, bedankt voor het kijken en ik zie jullie... Oh, wacht. Het gaat over Forsaken Ruins. Nou, van Forsaken World. Wow, FPS erop. Oké, we gaan nu gewoon vechten. Hier zo. Dan heb je vast wel sterkere mensen. Oh, ik mag... Oei. Casto. Elite Casto's. Ik kan aangevallen worden. Dat is het meer. Is dit PvP of zo? Oh, ik heb echt geen zin in PvP. Maar jongens, ik snap hier de ballen van. Ik ga binnenkort ga ik even uitzoeken wat je hier kan doen. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Oh, oké. Quickly. Oké. Oh, wacht, ik kom nog eens doen. Active 1. Nee. Maar jongens, ik zie je echt de volgende keer weer. Ik moet nu echt gaan. Je kan hier kijken. Je krijgt patched. Je kan in dingen steken. Bla 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 bla. Allemaal leuk hier. Fighter shots. Bla bla bla. Allemaal leuk. Kappen ze even met het geluid. Oké, we zitten hier op een haven. Dus ik kan me slecht verstaan. Clans. Oké. Maar hey jongens. Echt tot de volgende keer. Blijf op ons kanaal kijken. Dit was alweer het voorproefje op zeg maar onze... Wow. Ik ging bijna meteen dood. Wow. Oh. You must wait to use. Ja. Oké, gezellig. Tot de volgende keer.